Hallo, vandaag sta ik te liften in Leuven. En in ruil voor een lift vertel ik alles over de mega super spannende, trillerende serie The Blacklist. Hallo, je heeft de laatste aflevering van The Blacklist gemist. Inderdaad. Ideaal. Ik ben Tom. Hoi, Dieter. Ken je The Blacklist? Absoluut. Zoals je dus weet, het speelt zich af in de wereld van de CIA, de FBI, de NIET, de NAU, de UAI, de Enfin, de wereld van de spionage en de contraspionage, waar niets is wat het lijkt. Dieter, zou ik misschien even uw pas mogen zien, alsjeblieft? Ho, 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 ho. Geen verdachte bewegingen maken, hè, vriend. Want, je zegt ja wel dat jij Dieter noemt, maar je weet dat niet zeker, hè? Ah, hier. Voilà. Erens Dieter. Is in orde. Het begint, hè, met een flashback. 4 maanden terug. Een vrouw, dat ik nog nooit gezien heb. Boom. Een man, dat ik ook van toeten nog blazen ken. De vrouw... knalt de man neer. 3 keer. Maar hij is niet dood. Er komt een tweede meneer bij. En de meneer zegt van, schiet nog eens. En bam! Maar ze schiet erboven. Dus hij is niet echt dood. Maar in plaats daarvan neemt zij die man mee en ze legt hem op de achterbank van haar auto. En er is bloed. Ah! Mannetje, ze doet pijn. Ah! Ah! Pas op, niet voor gevoelige kijkers, Dieter. De pijn. De vreselijke pijn. Ik ga dood. Maar hij is niet dood. Nee, in de plaats daarvan houdt zij hem nu vast in de kelder. Zij begint hem dus van alles te vragen van, over Berlin. Niet de stad, maar effectief een personage. En hij zegt, nee, ik zeg het niet. En zij zegt, jawel, zeg het wel. En hij zegt, nee, ik zeg het niet. En net wanneer dat hem gaat bekennen... Boom! Ontploffing. Rook overal. Oh. Boom. Ineens zitten we in een of ander fancy flikkenbureau. Met een leger aan nieuwe personages. Nog nooit iemand van gezien. Ik snap er niks meer van. Gelukkig is er één persoon in een blauw kostuum die... als ik even mag... Ah, aha! Het DNA van de Decemberist vindt. Joepie! En weten, Dieter, wie dat er dan ineens ten tonele verschijnt? Brilsmurf! Ja, echt? De Smurfen! Pas op, ook een goed programma, hè? Ja, daar wordt nog wel eens wat afgesmurfd bij de Smurfen. En Brilsmurf vraagt dus aan Grote Smurf: hé, hey, Grote Smurf, heb jij tovenarij gebruikt om de boot van Gargamel te laten zinken? Ja, ik heb toen gezapt en dan ben ik maar een aflevering van de Smurfen beginnen kijken. Allee, einde van het verhaal. Je mocht me hier ergens langs de weg afsmurfen. Smurft ze nog? Dieter Salukes. Ciao, maat. Ja, sympathieke peden, Diet. Oh. La 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 la